KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Mensen, doe je riemen vast, doe je ramen dicht, doe alles op slot. Want dat gaat helemaal los. Speelronde 7 met Tony Kok. Ja, FC Twente natuurlijk, Tony Kok. We zien hier 5 icons in Play of the Month. Mane, we hebben nog Neymar, Alexandro, Walker, Buffon, Mbappé. Het is een ongelooflijk sterrenteam. Maar kijk eens tegen wie die speelt. Het is Dani Hagenbeuk en die heeft 2 icons, 2 informspelers en een volhoede waar je u tegen zegt. En over u gesproken, ik ben hier met Lode de Bo. Dankjewel. Oh, wat goeie, een pot. Goeie intro dit. Wat een pot is dit. Ik kijk hier al echt heel lang naar uit naar deze wedstrijd. Dit is echt, ja, we zien Tony op een 4e plek en hij gaat meteen los nu. Mané, die kan het voorleggen. Oei. We zien, ik zei het al, FC Twente op een 4e plek en Ajax op toch wel een verrassende 11e plek. Maar ja, we weten allemaal wat Dani natuurlijk in zijn mars heeft, ondanks deze positie op de ranglijst. En daardoor maakt dit gewoon echt een topper van je welste. Want vorig jaar in de E-divisie was het natuurlijk zo dat Dani ongeslagen kampioen werd. Maar veel mensen zeiden ook, ja, als Tony meedeed, dan zou Tony kampioen worden. Ja, Tony heeft een grote fanbase namelijk. En in de E-divisie misten ze hem toch vorig jaar. Ja. En dat zijn nu deze twee jongens die tegen elkaar gaan spelen. Dus misschien wel de top. Dit is wel de Nederlandse top op het gebied van FIFA. Dat tegen elkaar. Nu echt een 1v1 om uit te vechten. Dit staat los van alle ranglijsten nog zelfs. Dit gaat om persoonlijke ego's. Dit gaat om van alles en nog wat. Dit zijn inderdaad twee heavyweights in de scene. Over heavyweights gesproken. Maakt niet uit. We hebben hier Ruudje Gullit en even kijken op de rechterkant. Ik weet niet wie dit is. Ik denk Neymar. Of Walker misschien, het is lastig, want ze worden ook wel eens van opstelling geswitcht. Maar in ieder geval kan hij voorzetten. Oh, bijna een eigen goal. Op de paal. Jongen. Op de paal. Ja, dit is echt een heet potje, dit kan ik je vertellen hoor. Dit is echt ongekend. Dit is trouwens Neymar van Twente, ik was even in de war. Ja, nee, Dani speelt voorin met de Spaanse spits, hè? Was dat met Neymar, Ronaldo, ja. Suarez? Ja. Geen icons voorin? Nee, verder terwijl niet. Twee op het middenveld. Gullit, Vieira, als ik me niet vergis, toch? Ja. Ik had net even snel gezien, maar Valencia in vorm, Azpilicueta in vorm, toch? Ja, nou, zeker ik ga weten. Nou even twijfelen. Nee. Er zijn zoveel emoties die er door mijn lichaam heen gaan nu op dit moment, want ik ben echt benieuwd. Stel je voor, er wordt hier gescoord. Wat gaat er dan gebeuren? Hou je in? Ga je los? Ga je alle toeters en bellen uit de kast halen? Tuurlijk zijn het vrienden van elkaar. Ook buiten de scene spreken ze elkaar wel geregeld. Ja, maar dit zijn natuurlijk ook twee haantjes op het gebied, FIFA. Ze vinden zichzelf natuurlijk ook goed. Ja. Dat zijn ze ook, maar dat vinden ze zich ook van zichzelf. De achterban die speelt natuurlijk ook mee. Zeker je wilt weten. Natuurlijk wat laten zien voor je eigen fans. En ja, dan is dit echt een heel mooi potje. Want ja, zowel de volgers van Dani, die weten natuurlijk dat Tony een fantastische speler is. En andersom ook. Dus dat is mooi. Hier afleggen. Goed leggen, en dan is Gullit, die kan schieten. Oei. Tegenhouden. Nee, dat is nog Vieira. Randje 6 ook schieten. Ruud Gullit komt er tussen niet. Ik denk in ieder geval niet dat dit geen 0-0 gaat worden. Nee, dat is één ding wat zeker is, denk ik. Oei. We goed Pogba breed gezocht. Marcelo heeft de ruimte. Daar komt Mané. Vieira. Rustig aan. Messi goed getikt. Suarez. Heb je hem 1-1 voor je? Breed op Marcelo. Marcelo weer voorzetten. Oeh, buitenspel. Jongen. Een kaart ook. Suarez, heeft hij gebeten? Ik weet niet. Hij heeft er wel wat van weg, inderdaad, dat hij dat af en toe doet. Maar goed, buiten dat natuurlijk een fantastische speler. Ferdinand. Ik kan gewoon zijn naam niet eens uitspreken. Ook de spanning is bij Lode natuurlijk aanwezig. Die zit ook heel erg te trillen in deze stoel. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is hier, maar misschien zou er voorteken dat Gullit misschien gaat scoren. Nee hoor, fantastisch geblokt. En dan is het Ajax die gaat opbouwen met Suarez, Ronaldo. Toen loopt iemand goed door. Messi loopt door. Kan je hem eroverheen steken? Dat kan helaas niet. Dat is meestal wel een heel gevaarlijk wapen. Hè? Goed trucje terug. En dan heb je de ruimte. Pogba, Ronaldo. Dit Ronaldo, is goed gespeeld. Pogba. Oei. Goeie redding. Tony die schudt. Nee, die Buffon. Is niet tevreden denk ik. Maar ja, je weet natuurlijk dat dit soort kansen gaan komen tegen zulke tegenstanders. Gullit in de tegenaanval. Heeft er geloof ik alleen Mbappé of Neymar voor zich. Die wint het duel. Ja, dat zie je toch, die Azpilicueta, die sterk, die is nog best wel snel. Ik heb zijn reguliere kaart geprobeerd. Dat is gewoon een prima kaartje. Ja, niet te duur. Nee. Goed gestoken, Suarez is er langs. Ja, hij heeft zijn woord uitkiezen. Oh, nee, die moet je geven. Die moet je geven. Ja, gezichtsuitdruk van Daniel. Die denkt, oei. Verkeerde keuze gemaakt. Tony kijkt een beetje geïrriteerd. Oei. Niet tevreden op dit moment. Nee, dat snap ik wel. Want dit had gewoon een 1-0 moeten zijn. Ja, en daarvoor ook al wat kantjes. Voor beide kanten wel kansen. Alleen de grootste vooralsnog voor Ajax, denk ik wel. Ja, sowieso weinig kansen na 25 minuten spelen, moet ik zeggen. Vaak bij FIFA zie je hem beginnen, aftrapdingetjes. We hebben er wel een paar gezien, maar het is niet, gaat gewoon alle kanten op, zeg maar. Dat maakt de wedstrijd zo mooi. Het gaat van links naar rechts, maar vooralsnog is het op dit moment iets meer Dani voor mij goed. Gullit die hier gaat petit. Afleggen, hij denk houdt ik. Hem in, hij houdt hem in. Oeh, afkappen. Een simpel kapje. Het doorzien. Randje 16. Alsnog Pogba. Oh, weer. Keeper. Keeper pakt ze niet klem. Ja.
Dani die zit knikjes te geven. Die denkt, het gaat lekker. De wedstrijd valt een beetje mijn kant op. Tony is natuurlijk rustig aan het spelen. Die zit even te kijken. Weinig mensen voor de bal. Ja, precies. Welke tactiek hij gaat spelen. Want misschien staat hij op, denk ik, op defensief zo. Want hij moet de hele tijd rustig aan. Weer een tikje breed spelen. Een tikje naar achter om zijn aansluiting te krijgen met zijn team. Ja. En hoewel het kijken hier bij Ajax, staat meteen drie mannen voor in. Ja. Vier man. Gullit staat uit. Dan heb je in één keer een overtal situatie. Combinaties. Vier man die erbij steekt iemand erdoorheen. Dat is goed gespeeld. Wow. Veel diepgaande mensen. Dani denkt dat ik nu echt een voorsprong moet staan al. Dat zie je, hè? Veel diepgaande mensen. Misschien stuurt hij ze zelf aan met al een kruisje. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij vol bak met al een kruisje te werk gaat. Ja. Zo, ik denk het wel. Nu hier komen wat mensen voor de bal voor Tony, maar het is niet Tony zo veel als met Dani. Een brede opstelling, hè? 4-3-3, want je ziet zijn spits 4-4-2, ook, toch? Ja, maar hij speelt nu. Hij nu aangepast? Ja, dat denk ik, want hij is tot de week echt wel zeker, want hij speelt met 4-2-3-1, denk ik. Met twee mensen heel erg breed. Ja, hij speelt 4-2-3-1. Ja. Petit, Vieira of verdedigende middenveld en dan Gullit op 10. Neymar links, Mane op rechts en natuurlijk in de spits onze vriend. Weet ik zit Ronaldo? Aan het. Ja, Ronaldo. Ik zat even te kijken hoe er gespeeld gaat worden, want het is veel lange halen. Mbappé natuurlijk. Heeft snel hij thuis nu bij Tony. Nou, die is niet tevreden. Dat zie je aan alles. Nee. Tony Mbappé is niet tevreden. In de spits. Tony schudt zijn hoofd. Het is natuurlijk ook voor Tony ook wel een wedstrijd. Een kraker ook in de Eredivisie misschien wel. Voor hem natuurlijk ook spannend. Hè? Dani heeft vorig jaar natuurlijk ook tegen Feyenoord al dat soort wedstrijden gespeeld. Met echt veel camera's op je gericht. Dus natuurlijk voor Tony ook anders. Hè? Dan kijken zo meteen, nou, ik gok zomaar denk 100.000 mensen die deze wedstrijd gaan kijken. Kunnen. Dat denk ik wel, met alle fans die zij hebben. Als jullie dan toch kijken, doe dan ook meteen even een duimpje omhoog. Mocht je dit toevallig op YouTube kijken. En als je op Fox kijkt, ja, doe dan gewoon even een duimpje omhoog voor je tv. Ik weet niet wat je eraan hebt, maar goed. We hebben in ieder geval veel mensen die deze wedstrijd kijken inderdaad. Duim tegen de tv aandrukken. Je duim op de volumeknop. Even iets harder. Dan gaan wij even een nummer voor jullie zingen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar we hebben, ja, buiten dat hebben we natuurlijk FC Twente die ook een hele goede slag kan slaan op de ranglijst. Die staan op dit moment 2 punten achter op de nummer 1. En daarom kan van alles maar gebeuren in die top. Goed gespeeld. En een kruis terugleggen. Ja, hij geeft een breed voor. Ja, Neymar. Tuurlijk! Let's go, moet echt rustig blijven nu. Oei. Mane met de voorzet op Neymar, dat is niet de allergrootste. Maar ja, als je niet gedekt wordt, dan kan je hem gewoon nog rustig een kopje thee zetten en binnenkoppen. Dit is een hele goede goal. Ik ben benieuwd hoe Dani nu gaat reageren. Zo, want het is ook echt voor rust. Hè? Het is de 45e minuut dat deze goal wordt gescoord. Het is mentaal. Dit is een mentaal tikkie. En dat is toch wel gevaarlijk bij Dani, kunnen we wel zeggen. Wat hebben we wel geleerd in deze Eredivisie-ronde? Ja, maar wat we hebben ook geleerd in deze Eredivisie-competitie dat Tony Cox een celebration tuurlijk is. Hebben we ook na een paar speelrondes nu wel door. Een zuur gezichtje bij Dani. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want het is niet toch dat het gelijkwaardig is. Iets meer balbezit voor Twente, maar ook iets meer schoten voor Ajax. Dus je kan er echt niet veel van zeggen. Ja, het is... Het is toch als sommige wedstrijden. Hè? Als je, Dani gaat wisselen. Gaat switchen in ieder geval van opstelling, instructies misschien. De druk opvoeren, nog meer zelfs. Ja, ik denk tactisch zelfs. Ja, we zien hier... Dit is niet versneld, mensen. Dit is gewoon echt hoe Dani dit allemaal invoert. Die gaat opbouwen, wat sneller doen. Misschien hebben we ook wat meer druk geven. Tony heeft zijn ogen dicht. Wat we ook heel vaak zien is dat ze bij elkaar afkijken. Maar dan proberen ze heel sneaky af te kijken. En dan doen ze net alsof ze niks aan het doen zijn. En dan zie je zo die ogen in één keer die kant op gaan. Tony doet dat vooralsnog niet. Die probeert gewoon rustig te blijven, denk ik. Gezondheid. Tony denkt, ik ga deze wedstrijd gewoon rustig. Ik moet me focus houden. Ik moet niet gek gaan doen. Ik sta 1-0 voor nu tegen Ajax. En geloof me, Dani gaat nu echt vol gas geven. Dat deed hij net al, maar nu gaat hij echt los hoor. Dit is echt niet voor speed, nog niet eens. Maar hier is hij al. Ja. Tuurlijk. Oh nee, zo kan je echt niet zijn, ouwe. Hij kopiet gewoon de celebration van Tony Kok. Gewoon direct ook, gewoon voor rust, na rust, dat is wel, in your face. Dat is wel een enge disrespect, man, eerlijk. Dat is wel een erge disrespect, man. Ja, ik hou er echt van, man. Dit gaat wel lekker. Dit wordt nog heter dan dat al was dit. Voor de mensen die niet weten wat de celebration van Tony was, Dani heeft hem ook even voorgedaan voor jullie. 1-1. Jongens, dit gaat heel gek worden, dit. Oh, dit is echt een hele mooie pot. En de voorzet van Tuurlijk! Nee, dit kan echt niet, man. Dit kan echt niet. Ja. Tony is helemaal versteld. Die denkt, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh, Dani. Tuurlijk! Oh, dit is echt mentaal, ouwe. Dit is... Dit komt hard aan, hoor.
Echt hard aankomen. Als iemand gewoon mijn celebration gewoon twee keer zou pakken achter elkaar. En ook in een tijdbestek van 4 minuten. Vooral dat helemaal. Kan ik die controle toch een vlucht geven? Penalty! Oh, jongens, die corner. Die kan erin, zeg. Ik zit gewoon te zweten in het commentaar ook. Dit is niet normaal. Jongen, wat een pot is dit, zeg. Nee, maar als je gewoon voor is, je maakt in 45e minuut maak je het 1-0. Je viert hem gewoon als je moet vieren. Je doet tuurlijk, je gaat helemaal gek. Je denkt, hier, Dani, in je bakjes kan je hem krijgen. Na rust, binnen 4 minuten, 2 keer op je eigen dak. Jongen, dit is echt... Dit is echt gewoon een enge disgesprek, alweer. Dit is echt niet normaal. Tot 2 keer. Nou, nu moet Tony terugkomen. Goed gespeeld, doorlopen. De man loopt door. Hij loopt door, goed gespeeld. Naar binnen kappen. Naar binnen kappen, verder ook. Ja. Klasse goal. Tuurlijk. Come on. Wat is dit, ouwe? Goeie goal. Goeie goal en een hele oprechte tuurlijk onderuit. We gaan even de tuurlijk counter in de comments even gaan aanzetten. Want dit is echt niet normaal, hoor. Wat een pot is dit. Dit is echt... Dit is waarom je gewoon de Eredivisie kijkt. Goed, hij gaat er overheen. Cornetje misschien? Ja, denk ik toch. Dit is echt waarom je de Eredivisie kijkt, hoor. Dit is echt genieten. Hashtag tuurlijk wordt dit, hoor. Ja, dit is echt een hashtag tuurlijk. Nou, mensen die vaak op een topcomment uitzenden, doe gewoon hashtag tuurlijk. En nogmaals, voor de Fox-kijkers, zet het gewoon even op een papiertje. En zet gewoon hashtag tuurlijk erbij. Met stift op je tv. Dan hang hem aan je muur op, doe iets geks. Plak hem op je tv, inderdaad. Ja. Misschien dat mensen thuis het ook heel leuk vinden, ik weet het allemaal niet. Ze willen ook mensen voor je eigen raam. Ja. Kijken wie allemaal fans zijn van wie. Ja. Tuurlijk. Hier, dus gaat niet meer steken, dat is goed, goed gezien. Strakke paas, ja, die raak ik niet kwijt. Maldini, de teams hebben deze jongens ook, hè? Diegene die nou die 3-2 maakt, jongen, dat is echt... Die gaat los. Dan ga je echt los. Dan ga je helemaal gek. Oké, we zien hier Mané, Gullit. Ja, die wint het duel natuurlijk. Het is echt een wedstrijd die alle kanten op vliegt, hè? Goed gespeeld, goed tukje terug. Wie staat er randje 16 nu dan? Ja, Gullit gaat randje 16 staan. Ja, Tony heeft nu wel spelers ook in de 16 staan. Ja. Nee, dit is inderdaad gek. What? In de... Tuurlijk was dat geen corner. Kijk, er gaat er weer zoveel lopende mensen. Dat is echt... Dit spel gaat op en neer. We zien wel Tony die nou wat druk gaat geven, hè? Maar ja, dat... Valencia kan meters maken. Tegen haar, maar dat is niet slim. Je buitenspel vol drukken met team, zie je dat? Twente? Ja. Twente gaat even erop. Die wil de druk hoog zetten. Ja, die wil Dani niet laten voetballen, denk ik, bij zijn 16. Dat kan Dani heel goed. Ja. Die heeft net als Levi ook die rust. Ja. Dat is inderdaad klassenniveau. Ja, Tony Daan tegen. Dat moet je niet willen. Nee, die moet je erop zetten. Hop, dan gaan we counteren. Neymar. Drukkendoos. Heel erg lekker. En linksonder staat hij vrij. Ja, goed gezien. Ja. Trekt hij naar binnen toe of gaat hij buitenom? Hij gaat naar binnen toe. Goed gezien weer. Gullit op de scooter. Veel man aan de linkerkant. Moet even zorgen dat iets weer verdeeld wordt. Want... Eentje in de 16 maar. Goed, dit is heel goed gezien. Maat. Ja. Maar hij was niet op maat. Dat zeg maar. Dat was een beetje het probleem. Dat was het probleem. Maar ja, hier zien we Mané achter de bal aanrennen. Want Marcelo heeft de bal voor Ajax. Die legt een bal op Messi. Messi die ver teruggezakt staat. Maar hier Petit met de onderschepping. Kan er nog net bij komen. Gullit. Dan moet je combineren. Gullit. Die gaat nu de 16 inlopen. Combineren. Goed getikt, hoor. Jongen. Heel goed getikt. Hij heeft de bal nog steeds, hè? Ik word zelf getikt ervan, kan ik je vertellen. Wat dat getikt, want... Zien die Mbappé die... goede scoopturn. We hebben hier Mane. Jammer, een sprintknopje. Mane, helaas. We hebben nog een kwartier. Nee. Degene die nou de 3-2 maakt, dan gaat het los. Ik denk dat ze allebei niet tevreden zijn met een gelijkspel. Want ja, allebei... Ja, het is wel een gelijkwaardige wedstrijd op zich. Ik denk wel dat het gelijkspel terecht zou zijn, maar als je dan toch die 3-2 pakt, ja, dat zijn laat iemand hem even bonuspuntjes. Maken. Het zijn bonuspuntjes. Ik wil nog één keer tuurlijk horen. Jongen, wat een pot is dit. Het maakt niet uit van wie. Dit is echt een van de beste potten gewoon in de Eredivisie ooit, eerlijk. Steken langs de lijn. Trucendoos. Goed verdedigd, hoor. Het is goed verdedigd. Gaat steeds, op en neer. Ik ben gewoon nog steeds aan het bijkomen. Allebei zijn ze gewoon gevaarlijk. Ze zijn allebei gevaarlijk. Elke aanval zit een idee achter. Je weet gewoon dat elke aanval, ondanks dat ze natuurlijk ook goed kunnen verdedigen allebei waarschijnlijk. Anders ben je niet zo'n goede speler. Zien we toch dat elke aanval kan zomaar gewoon een doelpunt zijn. Piera steekt met het midden, maar nee, gaat overheen. Dat is heel goed gezien. Hij is de 16 binnen. Legt hij hem terug. Wajo, gast. Ik zeg jou eerlijk, dat had gewoon een doelpunt moeten zijn, broer. Ik ga niet voor jou liegen. Als hij er langs is, heeft hij 1-1. Suarez. Ronaldo. Hij speelt de bal, dat is slordig. Petit gaat hem door naar Mané. Mané is natuurlijk rap, die kan meters maken.
Die wil hem eroverheen steken. Dat lukt niet. Heeft hij de bal nog wel? Mbappé goed gespeeld. Walker heeft ook ruimte voor zich. Steekt hem door naar Mbappé. Mané gaat er natuurlijk overheen. Ja. In het centrum is Gullit. Gullit moet zijn mannetje bij. Paast hij hem door. Oh, Neymar. 1 op 1 op de keeper. Dat was niet zo goed gedaan. Verkeerde kant opengedraaid. Ja, dit gaat denk ik wel 2-2 worden. Maar toch wel Twente die nu iets meer de overhand neemt. Alexandro hier. Houdt goed de bal bij zich. Een beetje aan het breien. Petit. Alexandro. Mannetje zoeken rond de 16, denk ik. Ja, Gullit. Terugleggen. Goeie onderscheid van Dani. Mee, hoor. Goed gedaan door Dani. We hebben hier Messi, die toch wel iets ver terug staat. En dan weer Suarez, Ronaldo. Dit is goed. Dit alle is goed. Alle noodbellen gaan nu rinkelen. 1, 2, 1, alle noodbellen gaan nu rinkelen. Suarez. Yes! 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 Ik ga niks zeggen. Denk op je bloeddruk. Ik heb mijn popcorn nog niet eens op, want dit is ongekend dit. Tony net ook. Tony zit helemaal doorheen nu. Niet nodig, jongen, dit. Niet nodig, zegt hij. Hij zit helemaal doorheen. 5 aanvallers nu tegen 5 verdedigers. Hij werd gek. Was dat ontlading, denk ik, of niet? Ik weet het niet. Slecht slapen. Jongen. Dani Hagenbeuk, wat flik je in de allerlaatste minuten. 3-2 tegen Tony Kok van FC Twente. Tony met het initiatief en dan toch in de omschakeling. Dani die het echt fantastisch uitspeelt. Waar toch velen dachten dat hij met Ronaldo ging schieten. Legt hij hem toch nog op het eind terug op Suarez. En dan is het gewoon verre hoek afdrukken. En dan is het 3-2 in de 90ste minuut. Dan krijg je die ontlading, zeg. Alles op de aanval. Ik denk dat heel Amsterdam nu de slingers aan het uithangen is hier. Want ja. Zo'n pot nog winnen in de laatste minuut, ja, dat is wel genieten, denk ik. Daar krijgt hij natuurlijk op zijn broek gekregen al. Ook bij tegen Utrecht. Ja. Oh ja, tegen, ja. Was ook laatste minuut. Ja, nu weer. Hij zegt ook eindelijk natuurlijk. Ja, daarom. Het zit hem een keer mee. Dat bedoelt hij. Het zit hem een keer mee. Het balletje valt een keer goed. Ja, maar dan op deze manier. Ja. Yes! Kom op! Wat een pot. Dit is echt ongekend. 3-2 voor Dani. Wat een wedstrijd was dit. Vergeet even niet te liken. Ja, doe alles. Doe eens gek. Ik weet zelf niet wat ik moet zeggen. Bedankt voor het kijken. Doei. Ja, Tony. De wedstrijd waar het toch eigenlijk allemaal wel om ging deze speelronde. Je wist de vorm waarin Dani zat. Heeft dat jouw tactiek vooraf aangepast? Nee, totaal niet. Ik weet dat Dani sowieso altijd gebrand is tegen mij. En altijd wil winnen. Dus het is een wedstrijd op zich. Dus nee, het heeft mijn tactiek niet aangepast. Heb jij al meer meegekregen rondom die sfeer, zeg maar? Het was meer dan alleen een wedstrijd. Je zag het aan al het publiek. Iedereen wilde het zien, roepen, schreeuwen. Doet dat wat met je? Nee. Ik krijg dat niet mee. Ik ga helemaal van mezelf uit. Ik sluit me af van dat soort dingen. Dus nee, ik krijg dat niet mee. En dan nog één dingetje. Die 2-1 was een beetje een gekke goal, de 2-1 van Dani. Hoe herpak je dan toch uiteindelijk om toch nog gelijk te komen? Ja, ik weet niet wat die Buffon deed, maar nou ja, letterlijk niks. Maar gewoon een knop omzetten en toch doorgaan. En dan zie je dat je toch nog 2-2 maakt. En dat is hetzelfde liedje voor de volgende wedstrijden? Ja. Ja, dat zal wel moeten. Succes ermee dan, man. Ik sta hiernaast, denk ik, een hele gelukkige Dani Hagenbeuk. Dat denk ik oprecht, dat mag ik wel zeggen. Ja, wel blij, ja. Zeker weten. Ja, er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren. Maar dit is gewoon de wedstrijd die ik op Feyenoord na natuurlijk. Die ik dan gewoon echt wil winnen. Ik heb een paar keer pech gehad in de 90ste minuut. Tot nu toe, deze E-divisie. En nu pak ik hem in de 90ste minuut. Dus dat is hartstikke belangrijk. En ook gewoon de pot tegen Tony. We waren allebei op het WK. Vorig jaar waren wij gewoon de twee beste van Nederland. En ik heb hiermee bewezen dat ik nog steeds tot de top hoor. Ondanks dat het begin natuurlijk slecht is. Afgelopen 4 wedstrijden toch 9 punten gepakt. Dus ik ben wel blij dat het steeds beter gaat. Maar er moet nog veel gebeuren en ik moet nog verder klimmen. Ja, maar wat jij zegt, inderdaad, de wedstrijd vooraf bij iedereen was al. Die stond al gepland. Tony tegen Dani, die moeten we zien. Er werd heel wat afgeschreeuwd over en weer. Jij zette heel vroeg in de wedstrijd je tactiek om. Heeft dat uiteindelijk doorslag gegeven, denk je? Moet ik even nadenken. Welke tactiek? Ja, je paste je tactiek aan. Volgens mij je spelersinstructies. Alles verzette je. Nee, dat was omdat ik had per ongeluk op vierkantje geklikt. Dus daardoor gingen al die instructies weg. En toen moest ik ze weer opnieuw doen. Dat deed ik inderdaad in de tweede helft. Dus nee, ik ben gewoon hetzelfde blijven spelen. Ik pas ook niet heel vaak mijn spel aan. Maar ik vond dat ik de eerste helft... Ik denk dat het een van mijn beste helft is van tot nu toe de hele E-divisie. En de tweede helft zette hij wat meer druk. Nadat ik 2-1 voorkwam vooral. Toen had ik het moeilijk en... gelukkig uiteindelijk toch met een hele mooie counter nog de 3-2 gewonnen.
ja, laatste ding. Je zat natuurlijk een beetje in een negatieve flow. Kom je heel snel 1-0 achter. Hoe kun je jezelf dan nog herpakken? Het is natuurlijk een beetje lastig. Vorige wedstrijden was ik juist een beetje... dat ik echt een beetje aan het stressen was als ik achterkwam. En gewoon van... oh ja, shit dit, shit dat, weet je wel. Maar ik heb met mezelf afgesproken van... dit is de wedstrijd tegen Tony, wedstrijd op zich. We beginnen weer op 0. En ook al kom je achter, je moet gewoon rustig blijven. Dat hebben jullie nu ook gezien. Ik kom een keertje achter, ik blijf nu rustig. En uiteindelijk win ik de wedstrijd. Ik denk dat het ook gewoon wel uiteindelijk gewoon belangrijk is. Gefeliciteerd, man. Thanks. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.